Oké, Bram, we gaan de handschoenen bij je aandoen. Met deze handschoenen kun je straks in de virtuele omgeving voorwerpen voelen en manipuleren. Dus je hebt daadwerkelijk het idee dat je een voorwerp vastpakt. Dat geldt met de eieren. Je krijgt zo meteen in ieder geval een opdracht te zien op een krijtbord. En dan wijst het zichzelf wel verder. Zodra ik de VR-bril opzet, kom je in de virtuele omgeving. Als je last krijgt van misselijkheid of duizeligheid, geef het aan. Steek even je hand omhoog, dan stoppen we meteen de sessie. En verder mag je de opdrachten volgen die op het krijtbord verschijnen. Nou, het voordeel van het oefenen van deze taak in de keuken is vooral dat het veilig is. En je kan de taak heel vaak herhalen. Dus je kan de keuken bijvoorbeeld niet laten afbranden. Je kan je handen niet verbranden. Er kan helemaal niets fout gaan. En je kan door blijven gaan met oefenen en experimenteren in deze keuken. We kunnen in de virtuele ruimte de oefening moeilijker maken en makkelijker maken. Dus we kunnen variëren in de grootte bijvoorbeeld van de eieren. Nou, waardoor het voor iemand met wat minder handfunctie makkelijker is om een voorwerp te pakken. Daarnaast kunnen we het aantal graden dat iemand zijn vingers beweegt heel nauwkeurig meten. Waardoor we ook de vooruitgang van een patiënt kunnen meten. En zo de oefening aan kunnen passen op zijn niveau. Uiteindelijk is natuurlijk de bedoeling om in een echte keuken een eitje te gaan bakken en een keukentaak uit te voeren. Maar omwille van de veiligheid en omdat we een taak veelvuldig natuurlijk willen oefenen en herhalen, is het fijn dat we dat ook in deze omgeving kunnen doen. In de virtuele ruimte kan de keuken natuurlijk niet afbranden en kan iemand niet zijn arm bezeren aan het vuur. En dat maakt het oefenen in VR veel veiliger. Zodra iemand eraan toe is en het gaat in VR veilig, dan kunnen we natuurlijk de stap maken naar het oefenen in de echte keuken. Want daar zal iemand het thuis moeten gaan doen. Het voordeel van werken met de Sense Glove handschoenen in virtuele reality is dat je voorwerpen dus kan voelen, oppakken, verplaatsen, manipuleren. Maar ook doordat je de weerstand in kan stellen, voelt dat je een eitje fijn knijpt. En als je hem ook uiteindelijk hebt gebroken, dan neemt de weerstand ook weer af. Wat in de realiteit uiteraard ook gebeurt.